Er zou asbest in dat plantsoen liggen. Ja, klopt. Maar daar weten wij dus helemaal niks van. Nou, ik heb zojuist via internet te horen gekregen dat er mogelijk asbest zou zijn. Omdat iemand een melding heeft gedaan dat er een kind heeft gestoepkrijt met mogelijk een stuk asbest. Wat wij gewoon heel vreemd vinden, want wij weten dus helemaal van niks. En er wordt ons ook niks verteld, ze mogen niks zeggen. Maar wat vervelend is, dat er hier ook kleine kinderen spelen waar gewoon niks aan verteld is. En dat is heel vervelend. Vind je dat niet verontrustend? Ja, redelijk. Vooral omdat er allemaal wordt afgezet en wij niet op de hoogte worden gesteld wat er nou mogelijk aan de hand is. Alleen maar ja, morgen horen jullie meer, gaan we verder onderzoeken. We hadden liever gehad dat er gewoon vanmiddag iemand langs de deuren had gegaan. Van joh, dit en dat is er aan de hand. We gaan de bloembakken afzetten. Maar nu weten we helemaal van niks. We nemen liever het zekere voor het onzekere en meer laten ze er niet over los. Maar ja, dan ga je zelf toch op onderzoek uit.